Ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd omdat ik een klein beetje bang ben voor de mensen hun reactie. Maar vandaag breng ik daar verandering in. Wanneer uw dak een eigen dak heeft. Dag mevrouw. Ja. Ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Ja. Ik bel eigenlijk aan bij mensen van wie dat het huis op de website Lelijke Belgische Huizen staat. Wat staat erop? Lelijke Belgische Huizen? Kent die website? Ugly Belgian Houses? Nee. Staat onder daarop? Ja, jullie huis staat erop. Hoi. Ik zal het eens tonen, wacht. Wanneer dat je een dak wilt voor je dak? Ja, kijk, ten eerste dan wil ik commentaar horen van ons huis niet. Heeft nog nooit iemand gezegd van het raar dak over huis? Nee, alleen met dat zeder dat... Ja? Hun gewone huizen. Is misschien met die lamellen? Ik denk dat vooral dat beeld is, hè, dat je ziet op de foto ook. Je hebt zo'n dak die zo naar beneden komt. En dan nog een keer een gewoon dak erop. En dat is zo, wat moet je dan zo staan? Om erin ja, te passen. Ik denk dat je mee naar daar zou gaan, hè, een rechterbeeld. Ja. En wij moeten het eigenlijk ook niet bekijken. Dus we zijn tevreden van het huis. Hebben jullie het zelf gebouwd? Ja, ja, ja. En was het een verbouwing? Of? Nee, er stond eigenlijk niks. Dat waren eigenlijk twee braakliggende percelen van 5 meter. Ja. Eigenlijk moesten we die even volledig respecteren. En dus hebben ze een puzzel wat we konden doen op een stuk van 10 meter. Samen met een architect of het zelf getekend? Eerst zelf en dan met de architect. Hey, dag Kaas. Dag Heidi. Dus die het lelijk vindt, moet maar een keer binnenkomen en gaan we zien. Wat zou je zeggen tegen die dat erop heeft gezet? Oh, ik denk dat er nog veel lelijker huizen zijn. Zou je dat zeggen? Ik, ja. Ben je nog iets bekend, mevrouw? Eigenlijk is het mijn website. Ja. En ik ben een keer aan het aanbellen, omdat ik trek een foto. Ik zie dat, ik neem een foto, ik zet dus het online en ik zijn dat weg. Dat vindt. Ja. Dat is eigenlijk ik die dat vind. Ja, maar ja. Maar ze zijn niet kwaad op mij. Ja, het, nee, maar mocht is al 2 jaar. Nee, het is eigenlijk nog niet eens niet zacht. Dus. Zou ik nog even een foto mogen met u samen? Ja. Ja? Dat is allemaal subjectief, hè? Ja, alleen. Want er staan ja. toch veel lelijke huizen in België? Ja, dat is waar. Zie je, vind je het ook, hè? Patonnen ze niet.